Beide ploegen hebben 11 punten op de ranglijst. Maar de thuisploeg heeft een beter doelsaldo. Begint ook beter aan het duel. Want na 35 minuten brengt El Azouti de bal op de bovenkant van de lat. En voorkomt het aluminium dus de voorsprong voor Kozakken Boys. Goeie paas op Martijn. Die 1-op-1 is met Den Hartog en eigenlijk moet scoren. Maar hij schiet recht op de doelman af. En in de rebound gaat de bal heel ver naast. En zo blijft het nog bij 0-0. In de blessuretijd van de eerste helft. Goeie paas op Rijsdijk. En Jeffrey Rijsdijk scoort. Pal voor het fluitsignaal van de scheidsrechter. De voorsprong voor Kozakken Boys. En Rijsdijk prikt hem prima achter van de ploeg. Van Eijma. Mooie combinatie. En El Azouti kan dan afdrukken. Van de ploeg ligt ertussen en voorkomt een grotere achterstand. Aratowski met de hoekschop. Goeie kopbal van Van Inge. Maar bij de verre paal van de lijn gehaald. En zo blijft het toch spannend voor Cornelissen en zeker ook voor Langerak. Die wel aanwezig is in Werkendam. Mooie combinatie en een schitterende aanname van Ahmed El Azouti. Zo maak je dat af. Hij is in topvorm. Zijn 8e van het seizoen. En als je met je linker zo aanneemt en met je rechter in de korte hoek raak schiet, is het 2-0. Een overtreding op Rijsdijk. Dan voert aanvoerder Monster even het woord. Maar blijft de vrije trap natuurlijk staan. Verlengd door Van Inge en Van Huygenvoort staat er helemaal vrij. Bij de tweede paal. 1 wedstrijd in het shirt van Feyenoord in de Eredivisie. En dit is zijn allereerste doelpunt in de tweede divisie. En de definitieve beslissing. Maurits. Barendrecht wil wel, maar het lukt niet. De ploeg van Albert van der Dussen is kansloos. Op Sportpark De Zwaaier. En zou het zomaar eens erger kunnen worden voor de uitploeg. Want hier gaat invaller Bolsius. Hij valt goed in en geeft ook een assist. El Azouti raakt de bal verkeerd. Maar maakt er 4-0 van. En zo kan Michel Langerak komende week beginnen met trainen bij Kozakken Boys. Met een overwinning op zak. Het wordt 4-0 tegen Barendrecht.